Dan loopt op 6. Ja, dus jij wordt de grote zus, hè? Ja. En wat zit er in de boek? En weet je al of je een broertje of een zusje krijgt, wordt het een jongen of een meisje? Een meisje! Je wilt graag een meisje? Ja. Maar je weet het nog niet, hè? Nee, ik weet het. Je denkt dat je het weet. Ik weet het wel. Je denkt dat je het weet. Hè? Je denkt dat je het weet. Papa wil ook graag een meisje. Mm-hmm. En mama? Oké, dit is verwarrend. Een kleine interventie vanuit de montage. Stella weet dus echt van iets. Ze hoopt op een zusje. En we gaan ballonnen. We hebben eigenlijk ook niet uitgelegd wat er gaat gebeuren. Hè. We gaan ballonnen. Aan de hand van ballonnen laten zien of het een jongen of een meisje wordt. Blauwe ballonnen betekenen een jongen. Roze ballonnen een meisje. Voor de mama, die heeft geen voorkeur. Terug naar het filmpje. Eerst stel, wat heb je liefst, een broer of een zus? Een zus. Oké, en nu gaan we keer kijken wat het gaat worden. Hè? Dus we zijn nu zo'n 3 maanden zwanger en we weten het geslacht met grote zekerheid dankzij de NIPT-test. NIPT is de niet-invasieve prenatale test, eigenlijk een bloedonderzoek van het bloed van de moeder, waarbij dan ze dan in DNA gaan kijken en op zoek gaan naar, ik denk dat ze 3 ziekten kunnen vaststellen, syndroom van Down onder andere en dan nog 2 andere syndromen beter. En ze weten daarmee ook het geslacht. Nu, we hebben dat in de tijd van Stella hebben we dat ook uitgevoerd, dat onderzoek. Maar toen was dat nog niet terugbetaald en dat kost iets van een 300 euro. Ondertussen, sinds 2017, is dat onderzoek zelf volledig terugbetaald in België. Dus als je aangesloten bent bij de ziekenkast, dan kost je er nog iets van. Het is minder dan 10 euro dat je nog zelf betaalt en de rest wordt gewoon terugbetaald. Dus zeker een aanrader. En niet zozeer voor dat geslacht te weten, want dat zie je later op de echo's ook wel. Maar vooral voor het opsporen, vroegtijdig opsporen van die verschillende ziekten. Nee. Omdat het roze ballonnen zijn, dus we blauwe ballonnen erin gestoken hebben, alsof het jongens zijn. Nee. Maar het zijn roze ballonnen, dan is het een meisje. Je krijgt een zusje. Wie is er dan blij? Ik. Ja. Knip ze maar roze aan, Joël. Katten. Nee. Papa? Zal ze eens in de lucht? Ja. Zie je wat ik heb? Zie je, pap? Ja, je hebt hem vast, ja.